Zo is Torop een der moeilijkste kunstenaars om zich mee bezig te houden. Werd op 17 februari 1909 geschreven in het Algemeen Handelsblad. Dat zegt dat Torop een hele leuke kunstenaar is om naar te kijken. Omdat hij zich van alles, allerlei dingen in bevinden waarvan je denkt, hè, doet hij dat ook? Dus dit is een wandeling door de tentoonstelling van Torop in het gemeentemuseum is een ontdekkingstocht. Sommige mensen zeggen dat je tentoonstellingen gewoon moet lopen, moet voelen. Moet voelen, ja. Ik denk dat het gewoon plezierig is om door een tentoonstelling te wandelen zoals je door een bloementuin wandelt. Andere mensen zeggen dat je bij een heel klein detail moet beginnen en dan uitzoomen. Ja, dit is een klein tekeningetje, 1892, doodshoofden, een treurbomen, waar Torop zichzelf mee identificeerde, een adelaar. En dit tekeningetje heeft hij gemaakt in 1892 en dat wordt het uitgangspunt voor een hele grote tekening op doek. Een van zijn topwerken waar hij tot 1897 aan werkt, dus ruim 5 jaar. En dat is de Sphinx, het topstuk uit de verzameling van het gemeentemuseum. En die hangt hiernaast. Zijn kracht, ja, natuurlijk om op elke stroming die er was in te spelen, ervan te proeven, te absorberen, te gebruiken wat hij nodig had, verder te gaan, soms terug te schakelen, zonder een naloper te zijn of een slaafse navolger. Het leuke aan deze hele tentoonstelling, maar vooral aan dit soort tekeningen als van Torop, de Sphinx, is dat het eigenlijk gothic is. Wat de jeugdcultuur heel erg kenmerkt, dat werd door Torop al 100 jaar geleden gedaan. Waanzinnig, hè? Ja, dat is geweldig. En ik denk dat het ook geweldig is voor kids om daar kennis van te nemen. Jan Torop, tot eind mei in het gemeentemuseum Den Haag.